Deel 2 van de challenge. Nog steeds aan de bal hier. Einde aanval. Opeens nog 15 minuten te spelen in dit duel. Klaar of zo, ik weet niet meer. Bruin, maar dit ziet is zijn dus paas mislukken. Deel 2. Ja. Ik kan daar niks aan doen. Het is zo op PlayStation. Ik moet minstens 1 uur. Wat een uitstekende wedstrijd heeft dit team gespeeld. En dat hebben ze ook tot uitdrukking gebracht in de score. Ja, het is echt genieten vandaag, zie je het. Wat Manchester City heeft laten zien aan creativiteit en aanvalsvermogen, dat is echt fantastisch. Ze spelen hier een superieure wedstrijd en gaan dik verdiend winnen. Bertrand Traoré. Zeeën van ruimte voor zich. Komt er een doelpunt aan? Goed verdedigd, dat schot. Komt dat schot, zei iemand vroeger, maar net naast het doel. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Fernandinho. Oef. Benjamin Mandy. En dat is Raheem Sterling. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Nog 1 minuut te gaan in dit duel. 4 minuten blessuretijd geeft de vierde official aan. Als jullie zien dat er 2... Ross Barkley. Twee verschillende challenges zijn. Hij stoomt verderop. Eigenlijk... En nu snel schakelen voor de counter. Maar geweldig. Oké, dat was het eindsignaal. Manchester City wint hier de wedstrijd.